LOB en ontmoeten, dat hoort bij elkaar. Dat gaat over het ontwikkelen van passie en plicht. Ik heb er tevens voor gezorgd dat er ook een paar LOB-deskundigen vanuit Helicon bij jullie zullen aanschuiven om in gesprek te zijn. We hebben hiermee een heel mooi programma voor jullie in elkaar gezet en hopen dat het ook zo gaat uitpakken. Verwacht nieuwe informatie over de ontwikkeling op dit moment. Dat zij een soort van kader geeft hoe je LOB binnen je school kunt inkaderen. Ik heb veel gelezen, ik heb veel gehoord ook van mijn collega's, maar ik heb haar nog nooit zelf horen spreken. En vandaag kregen wij de kans om aan te sluiten bij een lezing van Marinka Kuipers. Dus LOB, zou je denken, loopbaanbegeleiding is belangrijk. Als je uitgaat dat in 2035 meer werk is dan werknemers, dan kun je je voorstellen dat we alle werknemers nodig hebben om zo goed mogelijk werk te doen. En ook zo lang mogelijk in het arbeidsproces te zijn. Dus het beste wat je dan kan doen, is iets wat je leuk vindt en waar je goed in bent. En het mooie is dat je dan bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap bij elkaar ziet om gezamenlijk te kijken van hoe kunnen we LOB in Nederland een stap verder brengen. En jullie maken daar al mooie vorderingen mee. Dat je dus niet vraagt, bijvoorbeeld, wat wil je later worden? Maar wat heb je gisteren gedaan waar je blij van werd? Of waar je trots op bent? Of wat je niet lekker ziet? Jip en Janneke taal, de ouw en de wouw ervaringen. Die zeggen iets over jezelf. Een ervaring op zich zegt nog niks. Dat is te lastig voor leerlingen om daar een betekenis aan te geven. Dus daar hebben ze ons voor nodig om die betekenis aan te geven. Nou, volgens mij kun je daar op verschillende manieren naar kijken. En kun je die ervaring op verschillende manieren gebruiken om iets te leren over jezelf. Bijvoorbeeld, je kan uit een ervaring iets halen waar je goed in bent. Of wat je heel belangrijk vindt. Als je zegt van belangrijke ervaringen die ertoe doen, die zijn uitgangspunt voor het loopbaangesprek, moet je wel ervaringen op kunnen doen. Dus er moet een praktijkgerichte leeromgeving zijn. Dus als je wil dat leerlingen hun loopbaan ontwikkelen, dat betekent dat je dus ook als onderwijs flexibel moet zijn. Waar is hij zo goed in? Of vindt hij zo belangrijk, of heeft hij zoveel passie voor, waar hij verder in kan gaan. Want namelijk dingen die je wel goed doet, dat zijn richtinggevers voor je loopbaan. Dingen die je niet goed doet, die moet je leren bijleren voor je studie. En dat is wat je doet met loopbaanontwikkeling. Je gaat op zoek naar waar elke leerling zich kan onderscheiden van anderen. Was een heel inspirerende vrouw. Ja, inspirerend verhaal. Erg professioneel. Een heel inspirerend verhaal. Die voorbeelden kan geven die ik herken in mijn lessen. Ik denk dat dit een onderwerp is wat de echte de professionals, wat gewoon in hun hart zit. Hoe ingewikkeld zijn dat soort dingen? In keuzes maken, in loopbaan leren. Duidelijker uitleg aan leerlingen van wat ze te wachten staat. Wat betekent dat voor de leerlingen? Wat zouden die anders moeten gaan doen? Wat betekent dat voor de collega's? Hoe kunnen we die leerling bewegen dat hij zelf mee gaat denken, zonder dat wij voor hem gaan nadenken? Alle ervaringen die ze opdoen bij elkaar kunnen komen en er echt betekenis aan gegeven worden. En dat vind ik heel mooi. Dus wij zouden heel graag willen dat er met de ervaringen die de leerlingen opdoen ook iets wordt gedaan in het vervolgonderwijs. Maar dat je dus in gesprek gaat met over wat vind je ervan, wat voel je erbij, wat denk je ervan en hoe zie je dat in de toekomst? Dus de leerling vertelt aan zijn ouders en aan zijn mentor waar hij mee bezig is, wat hij moeilijk vindt en wat hij leuk vindt. Ja, dat ze beter inzien van ik heb deze stage gelopen, het was wel heel leuk en dat ze daar dus echt in gaan ontwikkelen. Hier al heel wat mooie voorbeelden gehoord heb van scholen die daarmee bezig zijn. Het feit dat LOB sowieso een speerpunt is in het bovenbouw van basis en kader. Als we zeggen van het belangrijkste is dat de student een goede loopbaan heeft, dan moeten wij de consequenties ervaren dat ze misschien naar een andere school gaan. Hoe we LOB binnen de school beter vorm kunnen geven. Wat doen we en hoe kunnen we elkaar aanvullen? Ja, ook meer richting de oude betrokkenheid. Ik vind dat we het redelijk goed doen. Maar het kan nog beter. Waarvan ik denk, als LOB ook netwerk is, dan beschouw ik dit ook als mijn netwerk om als school van te leren. Dat het ook echt gaat lukken om een soort van brug te slaan tussen VMBO en MBO. Gaan we met elkaar delen, dus VO en LOC, waar we elkaar kunnen vinden. De vaksecties erbij willen betrekken, om te kijken van wat er eigenlijk in de vaklessen gebeurt aan dat loopbaanoriëntatie leren. Om echt te kijken van hartstikke leuk dat ik dingen doe en dat ik dingen leuk vind, maar wat betekent dit nou voor mij en wat kan ik hiermee?
Ik denk dat het heel inzichtelijk voor studenten wordt als we dat beter en duidelijker gaan benoemen. En wat onze oogst eigenlijk moet zijn, is dat we aan het eind van de middag met een aantal opdrachten of vragen hier weggaan waar we volgend jaar mee aan de gang gaan om de scholen te faciliteren. Als het gaat om LOB, is het belangrijk dat al die gaten worden gedicht, zodat alle niveaus activiteiten plaatsvinden. Het leuke is dat je merkt dat studenten gemotiveerd raken, dat ze willen leren.